Mercedes-Benz heeft met de Actros F een nieuw model toegevoegd aan het productprogramma. De F is een truck die bedoeld is als voertuig voor de middellange afstand en de distributie. De eerste exemplaren zijn inmiddels in gebruik bij De Bruin Transport uit Oudewater. Dit bedrijf met een vloot van ruim 80 trucks is met name actief in het vervoer van losgestorte grondstoffen voor de bouw en de wegenbouw, maar draait ook zijn hand niet om voor gladheidsbestrijding en sneeuwruimen in barre winters. Op dit moment wordt de Actros F ingezet in combinatie met kipperopleggers. En dit is hem dan, de Actros F. Een heel bekende auto als je hem zo ziet en toch is het een compleet nieuw model. Voor het eerst combineert Mercedes een lager geplaatste cabine die toch 2,50 breed is. En daardoor heb je meer ruimte, maar ook een veel betere instap. En ja, je ziet het, 3 treden en ja, je wandelt er zo in. Ja, en binnen ja, merk je er eigenlijk niks van dat de cabine wat laag staat. Het enige is dat de motortunnel iets hoger is dan je gewend bent. Maar je houdt voldoende ruimte over. De cabine is breed, heeft dus ook het brede bekende bed. Je hebt zelfs de digitale displays op het dashboard. Het enige verschil is dat de Actros F altijd de conventionele buitenspiegels heeft en dus niet de mirrorcam. De Actros F deelt hetzelfde platform als de bestaande Actros en heeft dezelfde aandrijflijn, waardoor hij net zo stil en efficiënt is. Ja, onderweg met de Actros F en ja, in de cabine en zo onderweg merk je er helemaal niks van dat die cabine wat lager staat. Het is gewoon de auto zoals we hem kennen, de Actros. En ja, gewoon een hele fijne en vertrouwde auto. Ja, de Actros F komt standaard met een conventionele dashboard. De Bruin heeft gekozen voor de digitale displays. En ja, dan krijg je 2 van dit soort iPads. En alsof dat niet genoeg was, en is er ook nog eens een boordcomputer en een aparte achteruitrijkamer ingezet. En ja, het is net een cockpit, zo zullen we zeggen. Nu zul je denken, voor wie is die Actros F nou eigenlijk bedoeld? Nou ja, het is een hele veelzijdige auto. Door zo'n eenvoudige instap, maar toch met die ruime cabine, kun je er prima internationaal werk mee doen. Maar hij is ook erg geschikt voor de zware distributie. De middellange afstanden, maar je kunt er ook uitstekend de supermarkten mee voorrijden. En ja, eigenlijk is het een alleskunner. En deze alleskunner is voor De Bruin Transport dan ook een logische, bewuste en heel praktische keuze. Waarom hebben jullie gekozen voor de Actros F? Wij hebben gekozen voor de Actros F omdat dit voor ons een ideale cabinehoogte is. Onze andere Actrossen zijn te hoog voor ons. Wij zitten met een maximale doorrijhoogte van 3,70 meter. Daardoor is dit voor ons een ideale auto met de ideale cabine. Ja, het comfort en de instap zijn ook gewijzigd. Is dat belangrijk voor jullie? Het comfort van de auto is inderdaad heel belangrijk. Een mooi breed bed en toch redelijke staarhoogte in de cabine. Hele mooie instap, lage instap met een supergoed overzicht. Voor ons de ideale auto. We hebben er al 3 nu, we zijn er nog 8 onderweg. En wij zijn zeker van plan om er nog meer te kopen. Ja. Ook de chauffeurs zijn tevreden met de nieuwe aanvulling van het wagenpark van De Bruin Transport. De trucks zijn pas net geleverd, maar voor de chauffeurs, bekend met de normale Actros, voelen ze vertrouwd aan. Hey Xander, hoe lang rij je op deze auto, deze nieuwe? Ik rij nu een week op deze auto. Een week? En hoe bevalt dat? Superauto, superauto. Dubbel aangedreven, grote cabine. Volledig luchtgeveerd, hè? Volledig luchtgeveerd. Dus, nou, ik heb er de hele dag mee mogen stoeien. Dankjewel voor het lenen en het was onze wagen noemen. Ja, alsjeblieft, man. We hebben de Actros F vandaag leren kennen als het ideale werkpaard. Hij is compact, sterk en comfortabel. In alle opzichten een goede aanvulling in de Actros-familie. Mooie auto.